Ik kan niet voor de president bepalen. Hij heeft zijn reden waarom hij dit besluit heeft genomen. Dit zegt volksvertegenwoordiger tegen lid van de vaste commissie NH, Wendel Asadang, over de kwestie Alcoa. Zowel coalitie als oppositie hebben de afgelopen periode herhaaldelijk gevraagd naar de stand van zaken van de Brokopondo-overeenkomst. President Desi Bouterse heeft tijdens de openbare vergadering van dinsdag het parlement gevraagd om deze kwestie achter gesloten deuren te bespreken. Asadang heeft op zich geen moeite daarmee. Belangrijk voor hem is dat de informatie wordt gegeven, zodat ook de samenleving daarna op de hoogte wordt gesteld van de stand van zaken. Hoe je het ook draait of keer, de samenleving wil weten waarom, wat speelt er, hoe lopen die dingen af. De Nationale Assemblée heeft een bepaald standpunt ingenomen. En ik denk, het meest belangrijke hierin, als wij het zo mag zeggen, is dat bijvoorbeeld wat de regering ook zal besluiten, zoals het nu daar is, de Brokopondo-overeenkomst eigenlijk gewijzigd moet worden. Als men besluit wat de Alcoa voorstelt of wat de regering zal voorstellen om dan verder te gaan. En ik denk dat dat het punt is. Maar ik weet niet wat de president dan in openbaar wil bespreken. Dat is des president. Zijn voorstel. Dus misschien zijn er dingen die, ik snap het, er zijn misschien bedrijf issues, dingen van het bedrijf die je niet zomaar naar buiten gaat laten komen. Dus het kan misschien vandaar de karakter om dingen dan in comité-generaal te bespreken. Maar ik suggereer alleen nu, ja. Maar het zou best wel vanuit het kabinet van de president of de president zelf om daar antwoord op te geven. Beweringen vanuit de oppositie dat er vanuit de regering bewust verkeerde informatie wordt gegeven, spreekt Asadang tegen. Het parlement en de regering, wij zijn Suriname, we maken deel uit van de Surinaamse gemeenschap. De regering is degene die nu ons leidt. Het parlement is hier geplaatst door het volk. Dus wij moeten eigenlijk op de zaak kijken. Wat wij willen doen is gewoon de regering kritisch begeleiden, samen met de regering eigenlijk om het beste voor Suriname eruit te halen. En dat is wat wij doen. Dus ik zou niet zeggen dat er verkeerde informatie wordt doorgespeeld, maar kennelijk dat de zaak misschien niet een beetje niet snel gaat. Dus als dat het is, dan kan men dat zeggen dat het snel niet snel of vlot gaat. Maar dat er een verkeerde informatie wordt doorgespeeld, zou ik niet zeggen. Dus u bent persoonlijk ook niet tevreden met het tempo? De informatie is daar. Kijk, Alcoa is al lang, is al sinds 2014. Nou, ik zeg het niet snel met het tempo. Wat de onderhandelingen tegenhoudt, waarom het niet verloopt. Dus dat zijn de mensen die onderhandelen, is de regering. Toch? Wij aan de andere kant willen, zoals ik het eerder heb gezegd, het beste, eigenlijk het beste uit die deel voor Suriname. Wendel Asadang, lid van de vaste commissie NH over de kwestie Alcoa. President Desi Bouterse heeft dinsdag aan het parlement gevraagd om dit vraagstuk achter gesloten deuren te behandelen. En Asadang heeft daar geen problemen mee.